radio en tv voor Steenwijkerland. 105.4 FM. Nou, inmiddels aangeschoven bij mij aan de commentaartribune. Niemand minder dan de voorzitter van het spektakel van Steenwijk, Theo Bouwjes. Ja, het zit erop. Inderdaad, een hele dag. We zijn rond 12:30 vanmiddag begonnen met het EK skileren. In totaal 4 marathons. Fantastische weersomstandigheden qua parcours. Een uitdagend parcours. Iedere keer die klim. 5% stijging, 16 meter overbruggen. Ja, dat is natuurlijk een hele uitdaging qua sportiviteit. Je zag het ook in de wedstrijd. Heel veel uitdaging. Aantal winnaars die qua verrassing naar voren kwamen. En vanavond tijdens het profspektakel hetzelfde beeld een beetje. Een aantal amateurs deden mee. En ja, dan merk je toch het verschil tussen de profs en amateurs. Zeker de kuitenbijter, ieder rondje die 5% stijging. Dat een aantal die gaat het gewoon niet volhouden met het tempo. Ja, en als je nou terugkijkt op de dag, helemaal geslaagd? Ja, zonder meer. We hadden net even overleg met het crisisteam. Wat je dan ook per dag, of de hele dag door, een aantal bijeenkomsten hebt. Verkeersregelaars, incidenten zijn er niet echt geweest. Dus alles liep over het algemeen vrij soepel. Een aantal automobilisten die opstoppingen tegenkwamen, die waren voldoende aanspreekbaar om zich aan te passen aan de omstandigheden. Dus het weer werkte mee daarin, dus prima. Ja, precies. Dus volop tevredenheid, kunnen we wel zeggen. Ja, meer dan. Ik vond het wel spannend qua parcours. Vorig jaar naar de binnenstad en als comité hadden we ook gezegd, het plaatje van Steenwijk, het centrum van Steenwijk, leent zich uitstekend voor een profronde. Dit jaar naar de Schansenweg, Gagelsweg. Maar qua evaluatie, we moeten een vergadering gooien om eens te kijken van hoe gaan we het volgend jaar aanpakken. En dit parcours hier heeft toch ook heel veel voordelen. Zoals? Alleen het opbouw was veel relaxter. En de binnenstad heeft zijn beperking met betrekking tot de opbouw. Dat je 2-3 uur van tevoren pas kunt beginnen met de opbouw. En dat is best een stressvolle situatie. En terwijl je hier de dag van tevoren de opbouw grotendeels gereed hebt. En de dag zelf de puntjes op die kunt zetten. Dus dat heeft wel een aantal voordelen. Anderzijds, wat ik aangaf, het plaatje van Steenwijk, de oude binnenstad. En met zijn karakteristieke panden, de markt. Dat heeft ook zijn bekoringen. Ja. Dus het wordt een beetje een afweging die jullie de komende periode moeten gaan maken van wat jullie volgend jaar gaan doen. Ja, zonder meer. Het is toch een hele speciale editie, de 50ste keer. En daar willen we graag pieken. Dus we gaan eens even vroeg in vergadering om te kijken van hoe gaan we dat vormgeven. We willen graag ook zoveel mogelijk oud bestuurders erbij te betrekken, oude renners die hier ooit gewonnen hebben, oud ronden missen, et cetera. Dus het feest van iedereen, dat willen we graag ook volgend jaar maximaal neerzetten. En een klein geruchtje dat we tussendoor hebben gehoord, jullie zijn bezig om de gele trui volgend jaar naar hier te halen. Ja, die geluiden en die wensen zijn er ook wel. Ik moet wel eerlijk zeggen, qua kostenplaatje hangt wel een behoorlijk prijskaartje aan. Dat moet wel opgebracht worden. Afgelopen dinsdag heeft hij in zijn Ruisterveen gereden, Vroom, dit jaar de gele truidrager. Je ziet dat zo'n gele truidrager maar één criterium in Nederland rijdt. Dus we moeten ook reëel zijn, maar ambitie hebben we wel om maximaal in te zetten. Ja, dat zou toch mooi zijn voor de 50ste editie dat je zo'n publiekstrekker toch kan hebben. Ja, dat zou schitterend zijn. In 1997 hebben we de gele truidrager gehad. En in 1980 met Joop Soetemelk, die heeft hij toen ook gefietst. Dus het zou natuurlijk uniek zijn dat je op de 50ste keer ook opnieuw de gele truidrager hier aan de start kunt krijgen. Ja. Nou, voor nu zit het voor een jaar een beetje op. De komende tijd een beetje evalueren. En ik denk vol goede moed op naar de 50ste, denk ik. Hè? Absoluut. We kijken straks met een frisse blik naar het nieuwe jaar. We gaan eerst even lekker vakantie vieren. En dan gaan we met volop energie voor de volgende editie.